In verband met de herdenking van de 274 e sterfdag van Mississeri heeft de Federatie voor Afrikaans Ranamang gisteren een boswandeling georganiseerd. De federatie heeft met enkele bezoekers de wandeling gemaakt op de voormalig plantage Sinabo, waar Mississeri vermoedelijk is gedood. Volgens Ioann Weingar, voorzitter van de federatie, is de boswandeling bedoeld als een cultureel historisch deel van onze geschiedenis. Vaak wil je vertellen waar je vandaan komt en hoe je voorouders waren. Maar dat kan je alleen weten wanneer je het hebt onderzocht, zegt Wijngaarde. Dit uh, was het emplacement. Als we kijken naar op deze verhoging, hebben we een laag gedeelte. De boten konden helemaal hier komen om suiker suikerriet aan te voeren, maar ook het suiker af te voeren. En uh, het is dus dusdanig gebouwd, strategisch gebouwd, het emplacement, dat het tussen. De Midiniti-kreek is en de Kometoane-kreek. En het product, zeg maar het eindproduct, de suiker, werd dan van hier vervoerd naar de, uh, de Kometoane, uit naar de Komewijn-rivier. En de aanvoer was het hele gebied, hier was helemaal suikerriet, werd aangevoerd naar de fabriek. En uh, je kan nog zien dat cacaobomen uh, kun je zien, je kan... Uh, Vruchtbomen zien, meestal aan het heel wat vruchtbomen. En dat kan je iets terugvinden van de oeroude tijd van zeg maar, twee eeuwen en twee, twee en drie kwart eeuw geleden hoe het hier was. Wij gaat zeggen verder dat op de plantage alle waardevolle spullen op één centrale plek werden gezet. Op die manier kon er makkelijk toezicht worden gehouden op deze spullen. Wij gaan de benadruk dat een mens zonder geschiedenis niet veel voorstelt. Dat kan het lijken misschien voor de, de moderne mensen dat het achterlijk is, maar het is cultuurhistorisch. Zo hebben we onszelf in stand gehouden. En elke periode in het leven zijn andere tijden, andere omstandigheden. En men past zich aan aan die omstandigheden. En men leeft, er is het ideaalste moment voor die omstandigheden en men bereikt succes. En, uh, en die successen uh, leiden weer tot een andere omstandigheid om grotere successen te bereiken. Dus men moet vaak, vaak zeggen, ja in onze moderne tijd, uh, dat is nonsens. Nee, je mag je, je verleden van je voorouders mag je nooit droppen als garbage. Je moet het waardevol zijn, dat doen alle volkeren ook. Dat is wat toen gebeurde was niet actueel meer. Maar toch houdt men het als cultuur, cultuur historisch zodat we kunnen zeggen dat was onze cultuur. Tot zover. Iwan Wijngaarde, voorzitter van de Federatie voor Afrikaans Ranamang. Hij sprak gisteren tijdens de boswandeling op de voormalige plantage Sinabo in het district Komovijnen. De boswandeling is een van de activiteiten in verband met de herdenking van de 274e sterfdag van de slavin serie.